De paaseieren zijn uitgekomen met als resultaat een heel klein geel kuikentje. De naam is Tokitori 2 van Hollandse makelij. Maar of Hollands ook kwaliteit betekent, dat gaan Jelle en ik nu bespreken. In a world corrupted by a black substance, one chicken has to save his forest. Of course, he's got many powerful skills. Right? Tokitori 2. Een puzzelgame. Ja, maar niet zoals Tokitori 1. Niet zo erg als Tokitori 1, want het zit er nog wel in, maar er zit een platform adventure saus overheen. Een goede dikke saus. Ja, maar wel lekker ook. Heel veel puzzelelementen ook toch wel, hoor. Ja, dat zeg ik. Ja. Het is een puzzelgame met een adventure saus eroverheen. Ja, en je speelt de hoofdrol met Tokitori. Heet hij eigenlijk Tokitori? Hij heet denk ik Tori. Tori, het is een klein geel kuikentje. Hij is een beetje Toki. Ja, die heel erg schattig is. Ja. En hij loopt door de wereld, hij komt problemen tegen. Ja, want de Tokis die wonen namelijk op een eiland en die kunnen niet vliegen met z'n allen. Nee, ze zijn een beetje ongelukkig. Nou ja, maar ze zijn niet ongelukkig, maar ongelukkig qua beweging. Ja, maar het blijven natuurlijk dieren en die dieren doen? Ontdekken. Ja. En dat is wat je gaat doen in Tokitori 2. Ja, het is een beetje een Metroidvania principe. Dat wil zeggen, je hebt een hele grote landkaart. Je kan in feite ook overal komen. Ja. De wereld zit dus aan elkaar vast. Het zijn niet losse levels, maar de wereld zit aan elkaar vast. Ja. En door te ontdekken en door dingen te leren, kan je telkens weer een stukje verder in die wereld. Ja, dat is het. Dus je kan in principe overal heen, maar dan zal je zien dat je een gelimiteerd aantal passen kan doen. Niet dat het geteld wordt, maar gewoon dat je kan inderdaad niet verder komen totdat jij zeg maar op een andere plek ineens zeg maar de briljante een puzzel moet doen en dan ineens de briljante ingeving van hey, dit kan ik daar ook toepassen. Juist. En dan zo ontwikkel je eigenlijk gewoon weet ik van die wereld. Ja, deze game kan je spelen op de Wii U. Het is een downloadable titel. Ja. Dus wil zeggen niet full priced. En alleen speelbaar op de Wii U. Hij komt wel met de tijd uit voor de PC. Geloof ik. Daar zijn die jongens wel mee bezig nu. Maar nu echt Wii U exclusive. En het komt gewoon ook heel erg goed uit op de Wii U. Want het past er sowieso bij qua theme en qua gameplay. Maar ja, weet je, het is ook nog eens een game die de Wii U nodig had. Omdat het heeft nog niet zo'n game. Absoluut niet. Maar wat mij een beetje stoort, laat ik het zo zeggen, is dat heel veel mensen deze game op het eerste gezicht zien, denken van Maar had jij dat niet zelf ook een klein beetje? Ja, dat had ik zelf ook. Van wat is het nou voor kinderachtige zit, dat kuikentje en alles. Maar serieus, als je 5 of 10 minuten bezig bent, dan voel je die humor in de game. Ja, maar je voelt alles. Het komt door het design. Ja, het komt door het design inderdaad. Van hoe het Toki, zeg maar, hoe die springt. Hoe die stampt en wat dan ook. En hoe die af en toe, als hij toch valt, een heel klein beetje fladdert. Ja. En hoe die loopt met die armpjes. Het is gewoon heel erg grappig en goed uitgewerkt inderdaad. En ja, we hebben het inderdaad ook al vaker over gehad. Van je kan het zien als kinderachtig, maar dat is het eigenlijk niet omdat het gewoon zo goed is. Ja. Maar, ik heb eigenlijk vandaag een soort van maar opgebouwd. Want, wat is het principe? Je moet alles jezelf aanleren. Er wordt niks uitgelegd. Helemaal niks? Jawel, dat is niet waar. Wat dan? Nou, bijvoorbeeld, want het ding is namelijk op bepaalde situaties wordt je uitgelegd. Maar dan moet je wel zelf eventjes meedenken. Het wordt niet gameplay gegeven hier. Nee, precies. Maar de gameplay bestaat namelijk uit de Toki waarmee je rondloopt en laddertjes opklimt. Sommige dingen, hij kan niet vliegen. Dus soms moet hij, op hoge dingen. En dan moet hij opgepakt worden door een vogeltje. En daarvoor moet hij inderdaad bijvoorbeeld stampen en fluiten. Dat zijn eigenlijk de twee dingen. Je stampt, dan weet je, geef je iedereen een zetje. Of dan wordt iedereen bang voor, dan gaan ze weg. Maar joh. Ziet er ook heel grappig uit. Of je doet en dan fluit je en dan komen er dingen naar je toe. Ja. Zoals vliegjes die licht geven, want iedereen die in het donker zit, die doet niks in de game. Bijvoorbeeld vinden ze eng inderdaad, dus dan bewegen ze niet. Dus je hebt wel veel dingen te maken inderdaad met licht en met platforms waar je dan weer op moet worden gepakt door een vogel. Die moet je weer zien bijvoorbeeld, dus je kan niet in het gras staan of niet in het donker. Nou, zo werkt dat. En op een gegeven moment als jij dus verschillende... Je kan het of zelf ontdekken, maar er staan bijvoorbeeld ook als jij een bepaald soort riedeltje hebt gefloten. Want je kan korte en lange fluitjes, of hoog en laag. Ja, heel goed. En die komen dan op een gegeven moment op je beeldscherm te staan. Dus van, en dan staat er voor bijvoorbeeld 2 keer kort, 2 keer lang. Ja, je Wii U-scherm, hè? Op je Wii U-controller zelfs, inderdaad. Want soms is dat inderdaad een soort van map voor dingen die je eventueel zou kunnen doen in het level. Want je hebt een soort van commands dus die je doet met je fluitjes. En die staan bijvoorbeeld op je beeldscherm als je ze dat gedaan hebt. Dus moet je denken aan bijvoorbeeld een beetje terugspoelen. Dus als jij in een situatie terecht bent gekomen waar je denkt van... Ik zit vast. Daar gaan we niet meer worden. Nee. Dan kan je...
Dat is hem ook echt. Ja, dat is hem. En dan word je een stukje teruggezet in het level en dan kan je eigenlijk verder gaan. En wat is... Dan kan je volgens mij zien waar er items zitten, collectibles. Ja, nou dat bedoel ik. Weet je, zo simpel is het dus eigenlijk. Het enige is dus dat je daar een beetje zelf achter moet komen. En dat, maar dat wordt je wel een beetje gedaan aan de hand van clues die in het level. Er zijn bijvoorbeeld als jij op de terugspoelen, weet je, als je echt helemaal vast zit. En de eerste keer dat je dat waarschijnlijk tegen gaat komen. Dat. En als je dan goed oplet, dan zit er ergens een vogeltje die dat fluit. Ja. Dus het wordt je niet uitgelegd, maar er staat wel ergens een hintje in beeld van... Hé, dat vogeltje dat floot wat en ik zit hier vast. Misschien moet ik het nafluiten. Misschien nafluiten. Dus, maar inderdaad, weet je, dus, en wij wisten dat van tevoren, dat het zo werkte. Dus wij hebben dat gespeeld en het was allemaal hartstikke leuk omdat we het allemaal snapten. En we dachten van, weet je, we waren echt bezig met het puzzelen en met het exploren een beetje. Ja. En met het backtracken. Maar mensen die het dus niet gespeeld hebben... Wij hadden hier twee jongens zitten op de redactie, die gingen dus ook even spelen. Ja. En die liepen te schelden van, maar wat moet ik dan doen? Ja, ik snap dat ik af en toe dingetjes moet lokken en dit en dat. En toen zeiden we van, ja, maar je hebt een heel scala aan fluitjes. Je hebt, weet je, als je in het licht bent en je wordt opgepikt door een vogel, dan brengt hij naar een plek en dan kan je ook weer andere dingen. En ja, ze snapten het puzzelen wel, alleen ze snapten dus niet... Ze pikten niet alle hints op. Ze pikten niet alle hints op. En dat is de bottleneck van deze game. Je moet goed opletten wat je aan het doen bent, want je krijgt niks zomaar gratis. Nee. En dat kan aan de ene kant heel leuk. Ja, dat kan een goed ding zijn, maar dat kan ook een slecht ding zijn. Want dan doe jij een laagdrempelige puzzelgame. Nou, maar is het toch niet helemaal? Want... Ja, maar het zijn niet hele moeilijke puzzels. Als komen wel echt wel hersenkrakers bij op een gegeven moment. Nee, geen hersenkrakers. Dat is een beetje trial and error, dat je een beetje gaat proberen en dat je denkt van, nou, dit is niet het fluitje, het licht werkt hier niet en wat dan ook. Of dat is hier niet van toepassing. En nou ja, ik denk dat je de meeste puzzels misschien 10 kwartiertje mee bezig bent. En dan ben je er wel langs. Als 10 kwartiertje? 10 minuten aan een kwartiertje, inderdaad. Ik slikte wat woorden in. Ik slokte wat weerden in. En dus hersenkrakers vind ik het niet. Maar het zijn wel leuke puzzels, inderdaad. Weet je, je zou zien dat je heel veel dingen moet doen die met afstand vergen, bijvoorbeeld. Dus dan moet je hier een vogeltje gaan halen, wat die helemaal hierheen moet. En af en toe moet je via watervallen en dingen. En het is leuk. En wat het nog leuker maakt voor mij, is dat die wereld er zo ontzettend tof uitziet. Ja, ik vind het design heel sterk. Kijk, de vorige Tokutoys speelde zich vaak af in één vlak, weet je wel. Ja, de wereld die waren ook leeft een stuk wat minder. Ja. Ja, maar dat ontwerp, dat was leuk. Je zag echt dat het een indie-ontwerper ontwikkelaar was. Dit is nog steeds wel een indie-game. Want het is een kleine studio. Maar het is inderdaad nu op de Wii U. En het voelt ook echt als een volwaardige game. En je kan het zetten naast elke andere game. En het is een heel ander principe. Dus het lijkt misschien voor mensen wat minder. Maar dit is gewoon echt een volwaardige game. En zo vind ik het er ook echt uitzien. Uiteindelijk. Tokutory 2 van Hollandse makelij. Ja. Krijg je automatisch natuurlijk 3 punten hoger. Ja, precies. Nee, ik denk dat we gewoon eerlijk moeten zijn. Wij tweeën hebben heel veel plezier met deze game gehad. En vooral ook omdat wij het samen hebben gespeeld. Dus je kan elkaar ook een beetje invallen van... Oh nee, dat is ook nog een ding. Het is heel leuk om het samen te spelen. Want je kan wel in je eentje gaan zitten doen. Maar je hebt misschien nog wel veel meer lol om die wereld te blijven met z'n tweetjes. Weet je kan niet met z'n tweeën spelen daadwerkelijk. Maar gewoon, weet je, dat jij hem weer even overneemt. En dat jij zegt van nee joh, lul, dat moet zo en zo. Dat is heel erg leuk om te doen. Ja, maar ik kan mij indenken dat als jij eventjes geen zin hebt om na te denken. Dan moet je geen puzzelgame gaan spelen. Nee, ja. Nou, kijk, heel veel mensen denken dat het gewoon echt een pure adventure is. Maar het is echt een pure adventure met heel veel puzzelelementen. Ja. Waardoor je dus echt heel goed moet opletten, omdat je anders geen steek verder komt. Mag ik nog een klein stukje zeggen over dat adventure gedeelte namelijk? Ja, hoor, doe maar. Er zitten zo verschrikkelijk veel Easter eggs misschien wel, of wat dan ook. Ja. Er zitten zoveel verschillende paaseieren. Diepte in deze game. Want dit is niet namelijk alleen maar die wereld. Maar, en je zal ook zien, want je hebt bijvoorbeeld... Je spaart eigenlijk een soort van vleugeltjes. Blokjes, nee, in een level. Je spaart een soort van blokjes, vleugeltjes in een level. En als je dat level, of eigenlijk niet echt een level, maar als je dat stuk hebt leeggespeeld en alles hebt, dan zal je zien dat je ergens bent gekomen waar je door kan gaan naar een ander stuk van de wereld. En
Dat is in principe wat er nodig is om het aan het eind van de rit te hebben gezegd van ik heb die game uitgespeeld. Ik heb alle vleugeltjes gespaard en daar zal er ook weer een heel verhaal achter zitten natuurlijk. En dat is heel tof. Maar je kan dus daarnaast kan je nog veel meer. Weet je? Er zitten geheimpjes in als je toch nog eventjes ervoor kiest om links een putje in te vallen en daar allemaal dingen te gaan doen. Je zal zien dat die gamewereld zeg maar, die je kan doen nog veel groter is dan de gamewereld die je moet doen, zeg maar. Er zitten zoveel grappige geheimpjes in. En dat vind ik dus nog toffer, weet je? Dat je gaat zoeken en dat je geheime deuren vindt. En ik wil eigenlijk allemaal dingen spoilen, maar omdat het zo grappig bedacht is. Ja. Het is zo goed bedacht, die shit. Concluderend. Ja. Jelle, trap hem erin. Ja, misschien wel de leukste puzzelgame die ik ooit gespeeld heb. Nou, wat zeg je nou? Ja, echt waar. Ik zou niet weten, ik hou ook niet van puzzelgames namelijk, vanuit origine. En Tetris vind ik nep en dit is vind ik vet. Ja, ja ik vond het ook gewoon heel erg leuk. Het is echt de maar je geloofde me niet toen ik het zei? Nee, ik geloofde niet. Want? Omdat ik best wel puzzelgames zijn uitgekomen. En deze game is gewoon goed. Maar episch? Nou, ik vind hem best wel episch, ja. Nou, Jelle zegt het.